over stress en burn-out in gesprek met Carla Jansen van Roosendaal. Van stress uit, focus aan. Dat zeg ik goed, toch, Carla? Dat zeg je helemaal goed, ja. Carla, van harte welkom. Leuk om met jou in gesprek te zijn. We hadden net voor deze opname al eventjes kort met elkaar een gesprek. En ik noemde daarbij een artikel in het AD waarin aangekondigd werd dat zo'n 4 miljoen Nederlanders op een burn-out afstevenen. Vaak ook zonder dat ze dat zelf doorhebben. En het doel van dit gesprek is burn-out en stress bespreekbaar maken om het uit de taboes weer te halen. En nou, ik vind het superleuk dat we daarover met elkaar in gesprek gaan. Want jij bent al een hele tijd werkzaam als burn-out coach, specialist op het gebied van burn-out. Zou je eens wat willen vertellen over wat jij precies doet? Ja, nou dan wil ik eerst even ingaan op dat wat jij zegt, dat artikel. 4 miljoen mensen. Verbaast mij absoluut niks. Ik zie om mij heen steeds meer mensen met stress die het zelf niet in de gaten hebben. Mm-hmm. Je hoort het ook steeds meer. En het punt is, mensen hebben het niet in de gaten, wat jij net zegt. En dat komt omdat we allemaal adrenaline verslaafd zijn inmiddels. Ja. Ja, waar een basisstresslevel hier ligt, hebben wij dat zo vaak genegeerd, al die symptomen en een beetje van die uitvluchten verzonnen van nee hoor, ik heb pijn in mijn nek, maar dat komt omdat ik verkeerd gelegen heb. Migraine, ja weet je, het is even druk, maar dat komt wel weer goed. En we gaan maar door. En aangezien we niks doen met die symptomen, ons brein went daaraan. Dus dat basislevel, dat hebben wij steeds hoger gelegd. En nu zit de gemiddelde mens, die zit hier en die zegt ook bij no time dat er iets gebeurt, zegt hij, oeh, het gaat me boven mijn petje. En dat komt omdat dat is de basislijn, maar die is al veel te hoog. En deze hele bulk aan stress, die merken we niet meer op, omdat we dat gewoon zijn gaan vinden. Ja. En aangezien we in deze COVID-tijd met niet alleen de maatregelen, 300.000 banen verloren bijvoorbeeld. Hè? Dus dat alleen al de impact. Hoeveel faillissementen van ondernemers zijn er wel niet? Hoeveel bedrijven liggen nog onder zwaar weer? Mensen die ineens thuis moeten gaan werken in combinatie met een gezin. En dan dat moet je ook maar allemaal maar even zien, hè? Even vooral zien te regelen. Maar wat mensen niet in de gaten hebben, is dat wij momenteel continu getriggerd worden op onze basisveiligheid. Gewoon een heel simpel voorbeeld. Als jij naar de winkel gaat en jij loopt daar jouw ding te doen en je gaat net, omdat je met je gedachten daar bij die boodschappen bent, je gaat net even te dicht langs iemand die best wel angstig is, dan zie je diegene gelijk, hup, zo opzij gaan. Een heel herkenbaar beeld. Kijk om je heen. Je ziet dit zoveel gebeuren. Elk moment dat wij dit zien of zelf doen, wordt ons hele stresssysteem wordt getriggerd. En die zet jou werkelijk acuut in een stressstand. Ja. Dat heb je niet in de gaten, want pas als het hierboven komt, dan merken we dat. En dan kunnen we dit ook nog wel net even handelen. Maar daarna krijgen we al dat korte lontje. En dat hebben we ook niet in de gaten. Want als iemand dan zegt, die klinkt best geïrriteerd. Zegt, hoezo geïrriteerd? Helemaal niet. Weet je? Dus we hebben het allemaal niet in de gaten. En het is niet voor niks dat zoveel mensen ineens, boom, gewoon totaal uitvallen. Ja. Ineens echt niks meer kunnen. En er ligt een enorm taboe op. Ik schrijf bijvoorbeeld van die artikelen op LinkedIn. En ik vind het heel bijzonder wanneer het gaat over de taboe op stress, over een confrontatie met stress, over verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat je stress hebt. Die artikelen worden veel minder gelezen. Mensen willen het gewoon niet weten. Nee. En dat jij, Mieke, ook wel heel veel tegenkomt, hè? Dat je praat met mensen. En er zit zo'n ontkenning op. Ja, want op het moment dat je het gaat toegeven, dan moet je er iets mee. Hè? Dus zolang je het nog kunt ontkennen,
ja, kun je ook schouders eronder en door. Maar ik denk dat het inderdaad heel goed is dat we eerder in het proces ingrijpen. Hè? Want als je wacht tot je echt omvalt, ja, dan is een herstelproces vaak minimaal een jaar. En vaak wel 2 jaar totdat je echt weer helemaal in je kracht bent. Dus het is beter om eerder in te grijpen. En wat daarvoor nodig is, is inderdaad erkennen dat er een probleem is. Eerst herkennen, maar vervolgens ook erkennen. En ik vind het ook wel mooi dat jij dat ook noemt, hè, symptomen. Ik maak eigenlijk heel vaak ook de vergelijking van, hè, als er een lampje in je auto op je dashboard gaat branden. Ja. En je gaat naar de garage en je zegt, ja, ik heb hier een rood brandend lampje. En de monteur zegt tegen je, nou, ik ga het even fixen, mevrouw. En die komt na 5 minuten terug en die zegt, nou, ik heb het draadje doorgeknipt hoor. Dat lampje heeft u geen last meer van. Ja, hoe tevreden ben je dan? Ik kende deze nog niet, maar ik vind hem dan is het, dan is het probleem niet opgelost. Maar ja. Gek genoeg doen we dat met ons lichaam wel. Hè? Dus we gaan naar de dokter. Dokter, ik heb zo'n hoofdpijn. Oh, hier heb je een pil. Ja. In plaats van dat we gaan kijken, hoe komt het nou dat je steeds hoofdpijn hebt? Ja. En ik geloof echt om in de kern oplossen van problemen in plaats van symptomen bestrijden. Want daar kun je ellenlang mee bezig blijven. Ja, zeker. Maar het ene symptoom wordt vervolgens gevolgd door een volgend symptoom. Want als je niet naar de symptomen gaat luisteren, dan gaat je lichaam steeds harder roepen, hè, tot het moment dat je omvalt. En dat is het moment dat mensen denken, oké, nou kan ik er echt niet meer om. Nou ja, je ziet het inderdaad ook even als dweilen met de kraan open. Hè? De kraan open, het symptoom is dat overal water ligt. Maar als jij die kraan open laat staan, dan loop je helaas onder. Ja. En dan verrot letterlijk alles onder je voeten vandaan. En dan heb je een heel groot probleem. En dat is wat wij letterlijk met ons lijf doen. En we laten het zover komen dat we allerlei klachten hebben. En ook daarin kom ik veel mensen tegen die zeggen, nee, maar dat is ziekte, dat heeft er niks mee te maken. Dan denk ik, joh, 95% van alle ziektes is gelinkt aan te hoge stress. En dat is logisch, want zo werkt het in het lijf. Als jij stress hebt, heb je geen weerstand. Heb jij niet het stofje, IgA bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat je tegen virussen en bacteriën kunt vechten. Ja. Dat is allemaal boem. Ver naar beneden. Dus hè, regeneratie van je lijf vindt alleen in de ontspanningstoestand van je lijf plaats. Ja. Helemaal niet als jij in een stresstoestand staat. Nee. En we staan gewoon 90% minimaal van de tijd, inclusief de nacht, op aan. Hoezo? We worden ziek. Maar als jij dat niet wilt linken aan jouw leefwijze, aan jouw denkwijze, jouw mindset, jouw stress dus in feite, die je er zelf allemaal in stopt met voeding, met straling, met denken enzovoort. Ja, dan ga je er ook niks aan doen inderdaad. Dus het herkennen van symptomen als punt 1 zijnde stresssymptomen, gevolgen van te hoge stress. En je gaat het dan ook nog eens erkennen dat het zo is. En dan moet je ook nog eens de verantwoordelijkheid willen en durven nemen om daar iets mee te doen. Zeker. Daar zit ook nog met. En die mensen die er klaar voor zijn om die verantwoordelijkheid te nemen, die helpen wij natuurlijk altijd graag. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel ingangen die je kunt gebruiken om in dat systeem in te grijpen of te interveneren of dat te ondersteunen. En jij hebt een aantal specifieke technieken waar je mee werkt. Zou je er eens wat over willen vertellen? Ja, ik werk heel graag met het zichtbaar maken van stress. Omdat, dan kun je er niet meer omheen. Mensen ontkennen nog. En als jij het gewoon ziet op een scherm vanuit wetenschappelijk onderzoek, vanuit wetenschappelijke onderbouwing en het ontstaan van het materiaal, hè, wat we gebruiken daarvoor, kun je er simpel niet meer omheen. En de eerste die ik daarbij gebruik is hartcoherentie. Hartcoherentie is een methodiek waarbij we een sensor gebruiken aan het oor, waarbij de hartslag gemeten wordt. En het gaat over een bepaalde balans in die hartslag. Mm-hmm.
dat wordt zichtbaar gemaakt op het scherm en dan kun je exact zien hoeveel stress daarin zit. En als je nou weet dat hoe jouw hartslag eruit ziet, hoe die wel of niet in balans is, dat bepaalt welk signaal er naar jouw hersenen gaat van, joh, je moet het lijf in een stressstand gaan brengen of in een ontspanningsstand. Mm-hmm. Dus die hartslag is daar zo enorm belangrijk mee, want bijna niemand weet dat het hart in feite de boodschap aan de hersenen geeft welke van die twee standen die moet gaan nemen. Ja. Dus als mensen leren die hartslag onder ja, een soort van controle te krijgen door hele specifieke stressreductiemethode, waarbij je ook dus ziet, echt geweldig, dat is echt zo mooi om te zien op dat scherm, hoe een helemaal bam, piekerig, ongebalanceerd ritme ineens in een hele mooie golflijn gaat komen. Op het moment dat die in een golflijn komt, dat is fantastisch, dan gaan alle systemen in het lijf samenwerken. En dat is waar ontspanning komt. Lijfelijk, maar ook hierboven. Die technieken mensen aanleren, waarbij ze dus zelf ook die apparatuur hebben, waardoor ze kunnen zien hoeveel stress er is, waardoor ze veel gerichter hun oefeningen kunnen doen om de effecten te zien, van hey, doe ik het op de juiste manier? Het heeft heel veel met het brein te maken. Mm-hmm. Dus het is echt heel leuk. Op een bepaald level kun je zien of iemand iets denkt wat hij leuk vindt of niet leuk vindt. Ja, dat is gewoon geweldig. Mensen zijn er helemaal verbaasd van. Maar het maakt hun wel alert op hoe ze bezig zijn. Ja. Op je bezig zijn. Dus dat is één methode. En dat is ook iets wat we helaas in onze huidige maatschappij... In feite zul je dat je levenslang moeten doen. Want we blijven in een maatschappij zitten waar continu duizenden stressoren per dag komen. Al heb ik het niet in de gaten, maar die zijn er. En natuurlijk hoef je het helemaal niet meer zo uitgebreid te doen als dat je het doet wanneer je in je burn-out zit. Maar je moet het wel blijven doen. Ja, dat is overigens ook wel zeg maar mijn boodschap. Als je niks verandert... meneer Einstein heeft daar ooit een wijze uitspraak over gedaan. Hè? Als je hetzelfde blijft doen en een ander resultaat verwachten, dat is een teken van waanzin. Dus ik werk heel vaak met mensen die aan het begin van het traject, als ik dan vraag van wat wil je nou bereiken, dan zeggen ze ja, ik wil weer gewoon kunnen doen wat ik altijd deed. Ik wil weer helemaal de oude worden. Dan zeg ik, nou dat hoop ik niet. Want die heeft je gebracht waar je nu bent. Dus als je weer teruggaat naar die oude, dan kan ik wel voorspellen waar je over een tijd weer uitkomt. Dat moet je niet willen. Dus het is ook wel nodig om blijvend dingen te veranderen. Mijn persoonlijke ervaring en die van heel veel van de mensen die ik begeleid heb, is ook wel dat als je iets eenmaal echt geïntegreerd hebt in je systeem, hè, als je dat langer dan een bepaalde tijd doet, dan wordt het ook gewoon onderdeel van je nieuwe leefstijl. Dus dan hoeft het ook helemaal geen. Dan wordt het ook gewoon fijn om te doen. Ja, nou, ik ben zelf het levend bewijs, want ik heb 3 burn-outs meegemaakt. En de eerste 2 keer deed ik netjes wat er mij gezegd werd. Doe het vooral rustig aan. En neem even wat meer rust. Ga niet dit, ga niet dat. Gewoon rust, ga leuke dingen doen. Ja. Het kwam mij bijzonder goed uit om het op die manier op te pakken. Hoewel ik donders goed wist vanuit mijn achtergrond als therapeute dat het zo helemaal niet werkt. Maar ja, net wat je zegt, je wil ook doorgaan. Dan hoef je niet aan de bak. Hoeft niet in de bak in ieder geval, nee. Maar bij de lekker snel uit. En die derde keer, ja, toen had ik wel in de gaten, als ik dit niet nog 20 keer wil herhalen, dan moet ik het nu wel echt aanpakken. Ja. En dat is een leefstijlverandering, het is een mindsetverandering. En ja, ik heb echt wel ontdekt in de loop der jaren, ik heb het nu over 9 jaar lang, dat ik daar dus nu uit ben. Het blijft gewoon nodig. Maar het is inderdaad ook onderdeel van mijn leefstijl. Ja. Ik hoef daar niet over na te denken. Het zit er gewoon in. Zoals fietsen, daar denk ik ook niet meer over na hoe ik dat moet doen. Dus, nee, precies. Dat hoort gewoon bij hoe je dat doet. Ja. Fijn. Hey, wat is jouw belangrijkste boodschap aan mensen die mogen deze video zien en die zich nu herkennen, of die misschien gaan herkennen van, oh ja, ik heb ook wel wat stresssymptomen. En wat is je belangrijkste boodschap?
Nou, de allerbelangrijkste boodschap, en dan kom ik gelijk op het tweede onderdeel wat ik gebruik bij mijn klanten, is dat je leert om met je mindset om te gaan. Daar zit in feite de basis van jouw stress. Weet je, stress, mensen ja, die zoeken een persoon of een oorzaak en een situatie die ik als oorzaak, daar zit de oorzaak niet. Die zit hier zo. Wat doe jij met die oorzaak? En die mindset leren beheersen, dus een soort breintraining, daar draait alles om. Mm-hmm. Daarmee kun je je leefstijl veranderen. En daar zitten heel veel onbewuste overtuigingen. Die continu getriggerd worden door alles wat er om ons heen gebeurt. En dan komt bij mijn tweede onderdeel waar ik mee werk. Dat is een apparaat, heel innovatief. Waarbij dus de lichtfrequenties, biofotonen van je lijf gemeten worden. Waarbij de energie van jouw hele lichaam tot en met je DNA-niveau helder wordt gemaakt. En dat kunnen we dan allemaal weer koppelen. En dat komt ook uit die machine, dat apparaat rollen. Wat voor onbewuste overtuigingen zitten erachter dat jouw energie daar of daar of daar uit balans is. Want kijk, energie, je kunt je heel energiek voelen. Ik zie mensen echt die helemaal, ik heb nergens last van. En er wordt een scan gedraaid en bam, echt daar en daar en daar dat orgaan uit balans. En als we dan gaan kijken van wat zit daarachter, dan moeten ze toch wel erkennen dat dat daadwerkelijk zo is. Mm-hmm. En vanuit herkenning dan, hè. Maar omdat, kijk, de gal gaat over galspuwen. Ze hebben niet voor niks allemaal dat soort uitdrukkingen verzonnen. Onze taal is heel krachtig, hè? Ja, er zit heel veel wijsheid in de Nederlandse taal. Ook in andere talen. Enorm, enorm veel wijsheid. Als we daar nou eens naar begonnen te luisteren. Jazeker. Dan heeft iets op de lever. Ja, ja, als ik zie dat de lever uit balans is, dan weet ik ook waar ik verder naartoe kan gaan kijken. Snap je? Ja. En zo worden al die dingen met elkaar verbonden. En dan gaan we vooral werken aan mindset. Want veel mensen die hoor je echt zeggen van ja, maar dat heb ik niet onder controle. Ja, nee, maar daar kan ik niks aan doen. Ja, nee, maar ze zeggen dat ik positieve gedachten moet hebben. Nou, ik doe gewoon zoveel mogelijk positieve gedachten. Maar daar zit het niet in. Positieve gedachten is stap 1. Maar zonder stap 2, zorg dat je het ook zo voelt, bereik je er helemaal niks mee. Ja, en hoe doe je dat nadat je al jaren in een patroon zit? Ja. Dat kun je zelf proberen, maar dat werkt gewoon niet. En dat is waar mensen als jij en ik om de hoek komen kijken, die jou daarbij kunnen helpen om dat te doen. Want 95% van jouw gedachten is onbewust. Dat heb je niet eens in de gaten, maar triggert jou wel continu. Dus vooral met die mindset aan de gang, want daar zit de oorzaak van stressreacties. Ja, wat doe je met wat er gebeurt? Ja. Mooi. Heb je nog iets wat je wil toevoegen aan dit gesprek? Nog iets wat je mee wil geven aan de kijker? Ik denk toch van, ga oprecht eerst eens eerlijk in die spiegel kijken. Ja. En vraag ook durf, pak het lef om eens aan anderen te vragen, hoe zie jij dat bij mij? Want als wij vanuit onszelf gaan kijken, bekijken we dat vanuit dit gewenningspatroon. Ja. Maar wij zien niet meer of wij voelen niet meer dat we vaak klagen over nekpijn. Of dat we vaker dat korte lontje hebben. Want dat, ja, dat hoort bij ons, hè, zeggen we dan. Ja. Dus we hebben ook eens het lef om aan anderen te vragen, hoe zie jij dat? Ja. En ga dan met die gegevens erbij in de spiegel kijken en begin eens met erkennen. Dus ga eens kijken, wat zijn mijn stresssymptomen? Wat voor klachtjes heb ik allemaal? Mentaal, in gedachten, emotioneel, fysiek. Hè? Maar ook van, wat zijn de dingen om mij heen die ik niet leuk vind? En hoeveel dingen zijn dat? Ja. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, kijk eens eerlijk in de spiegel. Ga eens een stukje zelfonderzoek doen. En als je daar zelf niet uitkomt, vraag hulp. Dat is wat ik vraag om inzicht, daar gaat het over.
Ja. Jij en ik van onszelf zien het vaak niet. Nee, ik zeg altijd, mijn ogen zijn niet in staat zichzelf te zien zonder een reflecterend vlak. Dus je hebt altijd blinde vlekken voor jezelf. Dus, ja. En wij zien alleen wat we willen zien. Precies. Niet de waarheid altijd. Ja, daarin, dat zou voor mij de meest wijze raad zijn. En ga dan ook, mocht je dus merken dat je in een veel te hoog stresslevel zit of in die burn-out al zit, ga gerichte hulp zoeken. Ga iemand zoeken die specifiek met stress en burn-out werkt. Want psychologen, psychiaters, prima, gaat het niet over. Maar die zijn niet gespecialiseerd in stress en stress naar beneden halen. Die zeggen, ga ontspannen. Maar ontspannen is niet hetzelfde als stressreductie. Metingen wijzen dat uit, dat dat hele andere processen in je lijf zijn. Mm-hmm. Dus zoek iemand op die gespecialiseerd is in stress en burn-out. Dat is mijn tip. Helemaal goed. Mag ik jou hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek. En hoop tot de volgende keer. Dankjewel, Mieke. Tot ziens, Carla. Doeg. Doeg.